Ik ga trouwens wel Daylight Volk op veel zetten, anders zie je de randen van de chunks. Oh, dat heb ik wel gewoon, dat maakt me niet zo van uit. Ik moet mijn kamer echt helemaal donker hebben als ik gewoon goed wil kijken in deze server. Ja. Nou, ik heb het zeg maar wel zo gedaan met al die settings en zo, dat het nog wel een beetje donker is. Ja. Oh, maar ik pak even wat. Ik moet even een nieuwe diamond. Waarom staat die dirt? Dirt? Ja, bij de ingang van onze trap. Nee. Ik had voor de zekerheid afgesloten. Waarom? Omdat een cave dweller in de basis zat. What the fuck? Hoorde je dat? Ja, dat hoorde ik. What the fuck was dat? Ik schrok me dood, jongen. What the fuck? Oh nee. What the fuck? Waarom hoor ik? Hoor jij run? Ik hoor. Kippenvel. Overal kippenvel. Eens even kijken, want ik zie dat er nieuwe wapens zijn. Oh. Er zijn nieuwe wapens. Diamond katana. Uh-huh. Diamond katana. Uh-huh. De longsword. Oeh. Oh, greatsword. Oh, greatsword. Het boek is ook ineens weg, what the fuck. A diamond battle staff is letterlijk... What the... What? Oh! Wat is er? Yo, dit wapen is kapot sterk! 12 attack damage, 1.2 attack speed. Oké, dat is best traag. Maar hij doet 12 damage! 12 damage? Ja! Wacht, ik maak een keertje voor jou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, hier zit de cobblestone in natuurlijk. Wacht, ik maak ook eentje voor jou. Oké. Bah. Hoor hem. Mike? Ja? Wow. Huh? Wat? Ik ben 1 diamond kwijt. Oh, wacht. Je hebt fucking veel diamonds nodig om eentje te maken. Je hebt er 5 nodig om eentje te maken. Poeh. Hey, maar hij is wel fucking sterk, though. Dat wel. Oh, kut. Wat was dat? Ja, ik hoorde cave dweller. Dat geluid kennen we. Oh. Oh, jui. Ja, alsnog. Ik schrok me Ja, hier. Zit hier creepers en skeletons onder. Wow. Nou, je dacht, ik ga ze even... Mag ik uit testen voor damage? Nee, grapje. Ik ga niet op uit. Wow. Ja, zitten daar creepers, dus ik wil niet riskeren om daar te testen. Ik ga deze hele muur veranderen. Wacht, wees stil voor 1 seconde. Ja. Wow! Fabio! Wat? De cave dweller! What the fuck? Oh shit! Ineens span dat ding in onze basis. What the fuck? Zit hij daar nog? Hé, hey, bro! Ja. Oeh. Nee! Oh! Wacht. Oh. Is hij weg? Ik denk het wel. Ja, hij is weg. Ineens, hè? Ik was gewoon even de muren aan het weghalen. Ineens spant hij bij net het portaal. Ja, misschien is het daar te donker. Ja, dat kan zomaar. Ik gooi de seeds weg. Ik was aan het switchen tussen Ultimine setting. Okay. Of hij is misschien vanuit de Nether hierheen gekomen. Dat kan ook, want je had hem ook eens een keer in de Nether ontmoet. Wat hoor ik? Wat? Zo'n gek geluid. Nou, ik kan niet goed nadoen. Ik deed uiteindelijk een geit. Nou, ik weet niet, Mary. Oh ja, als je ingrukt houdt, als je bouwt, dan bouw je net als in Battle Condition. Dus je bouwt ineens flippen snel. Oh, mijn god. Dus je kan ook de blokken voor je plaatsen, dus zeg maar. Ja, je kan ook blokken voor je plaatsen als je loopt. Ik hoor steeds gekke voetstappen. Oh, dat ben jij. Wat moet ik dan indrukken om voor me te plaatsen? Als je bijvoorbeeld beweegt en je plaatst blokken, dan kan je het sneller plaatsen als het goed is. Ja, hier.
Kut. Oké, okay, je hebt op zich echt een heel mooi rondje gemaakt. Holy shit. Ja, maar weet je hoe ik dat deed? Kijk, zo. Dat kan jij dus ook doen. Ja! Oh, what the hell? Het is net Bedrock Edition geworden. Wow. Wat hoor ik? Op dit moment hoor ik helemaal niks. Ik denk dat het nu aan jou ligt. Ik hoor... Ik ga even op deze... Oh ja, daar heb je... Ja, 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 dat hoorde ik ook. Wat, dat hoorde ik... Wat is... What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck was dat? Ja, ik ga je niet helpen. Wie is dat? Waar is die? What the fuck? Ik hoor I see you. What the fuck? Ik denk dat ik hitte dat ding. Uiteindelijk was hij opgefocust op mij. Ineens is hij weg. Dat was de goat, man. Die zat achter me aan. Oh mijn god. Jezus. Hoe is hij in ons huis gekomen? Weet ik niet. Ik denk serieus dat het nog serieus te donker is. Of hij is daar van boven. Ik bedoel, van beneden gespot. Ik denk dat het hier gewoon te donker is en dit de loot room. De loot room is... Oh, hij kwam uit de loot room. Ja. Oh ja, dat is te snappen, want daar zat echt bijna geen torches. Nee, ik kan wel zeggen ja. Maar ik moet even wat diamond armor maken, want die van mij is zeg maar op punt om dood te gaan. Oh, kut. Fabio! Ja? Daar staat hij. Waar? Daar. Kut. Waar ben jij? Kom ja, de game zal het dood me. Ik ga dood. Maar? Hoe? Cave noise overhaul. Hij spande in die hoek. Hoe? Weet ik niet. Er zit hier genoeg licht. Fabio, een nieuw plan. Deze hele muur wordt van glowstone gemaakt. Ja, ga jij de glowstone ophalen? Nee. Ik ga geen glowstone pakken. Ik wil gewoon mijn muur afmaken. Hebben we speciale muur onder de hele basis gemaakt? Komen er nu cave dwellers en de goatman hier? Letterlijk. Maar nu weten dat we nergens meer veilig zijn. Nee, dat is in ieder geval één ding. Ik hoop serieus dat we met genoeg verlichting... Ik ga hier ook nog de boel verlichten, anders hebben we straks een goatman in de hoek. Nou, gezellig toch? Nee, helemaal niet. What the fuck? What the fuck? Dat is die goat, motherfucker! Ah! Wow! Ik ben dood, fuck. What the fuck? Hij spant midden in de basis. Ja, en hij spant ik boven op mijn voorhoofd. Jezus Christus, dat ding is luid. Het is net de creation. Het is net de creation eigenlijk. Oh, ik dacht, ik zat te fluisteren. Merk, waar zou ik de anvil neerzetten? De anvil? Doe mij in de loot room. Bro, elke hoek is een... Ik plaats die anvil en ik hoor in één keer een monster. Ja man, leuk. Ja, leuk. Hartstikke leuk. Haha, iedereen vindt het grapje leuk. Haha, wat leuk zeg. De hele basis beschermt voor niks. Nou, in ieder geval wel van de creation beschermd, dat wel. Ja, en van de andere mobs. Ja, van de Johns en zo. Nou, ik ga ook naar boven. Oh, wauw. Daarover gesproken. Er is tenminste een normale maan. Tussen. Ja. Er komt hier gewoon vuur en ik hoor dat geluid, dus ik dacht hij spant. Maar nee, ik ga op de muur kijken. Huh? What the fuck is dat? Wat? Ik zag een schaduw ongeveer rond het westen ropen. Ja, hier, daar! Zie je hem ook? Wat, waar? Hier! Een schaduw! Daar in die bosje! Zeg maar, boven jouw schouder, boven onze schouder, daar liep een schaduw. What the fuck?
Oké, ik hoor een heel gek geluid. Ik niet. Wat hoor ik? Ik hoor ademen. Dat kan ik misschien zijn. Nee, maar ik... What the fuck? Fabio, zie die. Ja, dat zie ik. What the fuck? Hij staat daar gewoon. Ja. Oké, wayo. Oké, hij is er. Oh, hij is verdwenen. Oh. What the fuck, what the fuck? Hij stond in één keer heel dichtbij. Waar? Bij de muur. Letterlijk 10 blokken voor je. 10 blokken voor me. Ja. Oh, dat is onze schaduw. Oh, ik ben bang voor onze schaduw. Ha, mietje. Nee. Ik geloof dat er iets liep. Oh, what the hell? Huh? Hey! Waarom heb jij een hakbel? What the fuck? Dat is normaal niet wat je ziet. What the fuck? Hij heeft gewoon een... Ik heb geen pijl. Dimensional door is weg. De dimensional door is weg. Wat? Hoe? De doors zijn weg. En de skeletons. Wat is er gebeurd met de wereld sinds wij weg zijn? Ik weet niet, sinds we een muur omheen hebben gebouwd, denkt... ineens zijn er veel meer monsters of zo. Oh, dat is... Jones. Oh, allemaal Jones, oké. Okay. Oké, dat is wel een normale skeleton, maar hij heeft wel armor. Huh? Zie je daar in de verte ook een skeleton met een zwaard? What the fuck? Kom, als je er hierheen... Wat hoor ik? Ja, dat is... Zag ik hem staan? In de basis. In de basis. Oh, wauw. Wie is dat? Ja, dat weet ik niet. Die heb ik niet eerder gezien. Kut. Wie was dat? Ja, er zitten Johns in onze basis. Oeh! Daar! Het is daar gewoon donker. Kut. Ik hoor iets. Ik hoor weer I see you. Klaar. Oké, dan weten we in ieder geval dat... Hier moeten torches komen. In ieder geval, ik heb torches. Ja. Pop, 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 pop. En hier. Hoi. Ik ga van shader switchen, mijn hele FPS gaat naar de kloot. Hoe? Was jij dat? Dat was hij. Ik hoorde voetstappen, oh, denk dat was niet, dat ja. Was niet achter me. Ik denk eigenlijk zeg gewoon dat ik een monster ben, hè? Ik kan ook gewoon eerlijk toegeven. Nee. Dat is bullying! Ik ga je reporten voor bullying. Reporten voor bullying. Oh, kut. Hij is onder onze basis! Huh? Hij is in onze basis. Wie? De Goatman! Kijk uit, waar? Kijk uit, daar. Waar? Wat hoor ik? Hij is naast ons. Nee, huis. Kut! Ik ben buiten de basis. Ik ben buiten de basis. Kut. Nou, dat dacht er mij aan! Weet jij ik was niet. Veel dichterbij! Jij was veel dichterbij! Is hij nog achter me aan? Weet ik niet. Ik kan het niet IJs zien. Ben. Ik ben buiten de IJs basis. Oké. Ik kom naar je toe. Ze kunnen in onze basis nog steeds spawnen. Maar hoe? Weet ik niet. Au. Wat? Je hebt gewoon een Enderman boos gemaakt, man. Ja, ik kijk per ongeluk. Oh. Weer de fucking Goatman. Ik denk dat het tijd is om te gaan slapen, man. Ja, ik ga het ook. Oh, het wordt alweer dag. Ik zie gewoon de zon opkomen. Geel maakt niet uit. Gewoon slapen voor de zekerheid. Heb jij een bed? Nee. Oh, wacht. Nee, ik weet nog. We kunnen slapen zonder twee persoon. Oh. Rise and shine, sunshine. Oké.
Ja, Rise and Shine, Sunshine, inderdaad. Hello, Sunshine. What the fuck? Oké. What the wow! Ik ben dood. Nee! Ik kan hem niet hitten. Ja, dat was hartstikke leuk. Oké. Waar zit die glowstone hierboven? Ik ben in de Nether en ik hoor iets. Ja, hoor dat rare geluid als je net komt? Ik hoorde het niet. Nee, dat is dus, dat zijn de piglings die dat geluid maken, hè? What the fuck? Ja, die hebben een nieuw geluid gekregen. Fucking creepy. Ik weet niet wat dat is met mij, maar Nether lag met mij, dus ik ga weer uit en naar. Oké. What the fuck? Ik hoor iets teleporteren. Ja. Oké, dit zijn geen piglings. Nee! De Nether in. Dus een Coatman naar me te kijken. Oh, kom maar terug naar de cave dan. What the fuck hoor ik ook als ik door het portaal heen ga? Oh, ik zie de Coatman zit in de fucking. What the fuck! Ik zie hem één keer met zijn. Oh, wat ben ik blij. Hij schreeuwt eventjes en toen weet niet meer. Mike, ik heb bijna 2 stacks aan glow stone dingen. Oh, nice. What the fuck? Ik krijg gewoon gold nuggets daarvan. Holy shit. Oh, dat is goed. Ik heb een. Wat krijg ik met die gems? Met die gems? Oh. Dat is nieuw. Waar zit dat? Kut, was de keybind. Oh, Mike, ik weet dat dat gekke beest is. Dat een gekke geluid maakt. Nou, wat is dat dan? Ik heb hem hier gevonden. Kom hier naar boven bij mij. Oké, wacht. Heb ik genoeg blokken? Het is een gek monster met vleugels. En het lijkt een beetje op de duivel. Wat? Het is. Kom. Kom naar boven, ga naar boven. What the fuck? Zie je dat ding ook? Ja. Ik denk dat zijn geluid niet echo is, dus dan hoor je hem ook gelijk. Oh, hij ziet ons. Moet je naar boven. Bro, ik ben niet bang voor het, houd dat. Ik sluit al die tanden uit je grond op, hè. Bro. Ik wil het zeggen, waarom ik nog niet. Ja, maar godverdomme! Hij is weg! We komen helemaal naar je toe! Ga je bakken springen! Wat een idioot! Wortels hier. Okay. Maar hoe gaan we veilig naar beneden komen? Er is maar één logische optie. En dat is terug naar de brug en dan helemaal naar beneden akker veilig. Ja. Oh, ik weet niet, dit is moeilijk. Kut. Te. Ik dacht dat ik een blok voor me plaats en dan gaat hij op. Oh mijn god. Dit zag er iets te grappig uit. Oh mijn god, Mike, wat doe je nou? Ik weet het niet, ik doe gewoon heel achterlijk. Ik hoor weer een demon. Achterlijk? Je bent gewoon achterlijk, hè? Nou, en bedankt. Ezel? Wat? Ezel, Mike is een ezel. Hij doet vliegen! Oh, what the fuck? Ah! Wow! What the fuck? Ik zit in de fik en ik zie helemaal niks. Oké. Hey, Mike, pak jij er maar op. Jij mag het hebben. Ja, is goed. Jij mag het hebben. Ik ben dood. Ja, als ik dood ging. Ja. Ja, man. Een skeleton met netherite armor. Wat? Ja, man. Ja, man. Skeleton, schiet even op mij en dan tegen die skeleton aan. Oh, hij is wel heel makkelijk dood. En een netherite zwaard. Ja, man. Auw, dat doet pijn. Heb je... Oh. Je hebt serieus een netherite zwaard nu. Nee, hij heeft hem niet gedropt. Heel veel spoken. Oké.
Er gebeurt echt heel veel bij jou. Lessen? Ik heb een netherite zwaard volgens mij. Zag je nou een netherite zwaard of niet? Ik heb storage drawers gevuld met verschillende gems. Waarschijnlijk niet allemaal. Maar ik vraag nog steeds af hoe het werkt. Trouwens, ik ga even kijken of hoe de skill tree in elkaar zit. Oh, keybind is verkeerd, vandaar. Oké. Okay, mij, jongen, die gekke teleporterachtig geluid. Dat zijn ghasts geluiden, een nieuwe, andere soort... Oh nee, toch niet? Huh? Wat, dat is toch niet, what the hell? Fabio. Ja? Je keybind van de skill tree is overgenomen door de shader packs knop. Dus die moet je dan switchen naar J of iets anders. Dan kan je je skill tree dus openen en ik kan dus allemaal dingen unlocken nu op dit moment. Ik heb genoeg levels. Serieus? Ja, ik heb genoeg levels ervoor. Oh, cool. Ha. Dus dan kunnen we allemaal skills unlocken en dan kunnen we sterker worden. Nee, ik kom terug naar de overwereld. Ik heb al genoeg gezien van de Nether op dit moment. Snap ik. Wat zie ik daar nou? What the fuck? Tussen. Dat ding met dat gek, met dat zwarte gezicht, met die zwarte open mond, die kruipt op het plafond. Waar? In de grote grot onder onze basis. Dat kan niet, wat? En ik zie ook twee witte ogen bij een skelet. Nee, hier, Fabio, hier. Ja, waar is die? Hij zit daar, op het plafond. Oh ja, de hel. Hé, hey, broski! Hey! Hi! Hoe gaat het met jou? Het doet echt alsof het een schatje is. Kijk met die schatje. En dan kijk ik weg en dan kijk ik terug. Oh, what the fuck? Waarom kijk je niet naar mij? Hij kijkt niet naar ons. Wow, Jesus Christus. Dood in je sloeg. Er zit ook witte ogen bij het skelet, dus ik weet niet. Ik ga alvast mijn Battle Axe pakken. Wow! Oké, van. Oh, je ziet me! No fucking shit! Well, no fucking shit, blad! Fuck you, bitch bloody! Huh? Huh? You bitch bloody! You WOW! What the fuck? Je mag niet tegen me aanlopen, dat is eigenlijk dood. Fuck! Er zitten er twee! Ik hoor dat ding nog steeds. Ja, volgens mij wordt het niet zo. Nou, is hij er nog steeds? Hij is er nog steeds! Nou. Hij zit in het water. Maar hij dacht aan jou aan, dus mij niet spijt. Hij komt bij! Wow! Mijn shield is deactivated. Ah, hier is gelijk wacht hier. Oké, hou je kom naar hier, jongen! Goddomme, nee! Waar is hij? Hij is weg. Hij zit achter jou. Nee, ga weer. Ik wou net zeggen, Jezus. Ja, dat is bang, hè? Ja. Hey, hier, kijk. What the fuck? Hij heeft boots aan. Bam! Ja, dat is een nieuwe arm. Hey, ik heb schoenen hiervan, kijk. Koekoe. Wow. Okay. Yo. Grote open ruimte hier, Mike. Oh, what the fuck? Jij hebt iets gemined. Big Erosite of zo, Erosite. Dat is zo'n groot kristal. Kijk. Huh? Wacht, kijk, je hebt dit gevonden. Wacht, mijn inventory is wacht. Dat is een heel groot stuk. Oh, veel was mijn inventory. Oh, die heb ik hier, Big. Ik had die. Oh, hij is Rainbow. Ja, dat is dus een random ding. Is dat dan, betekent dat, is dat die rarity, zeg maar, of is dat die, oh, dat is die random? Ja. Oh, sick. Deze is letterlijk net zo sterk. What the fuck, hij zit hier! Nee! Ja, sorry Mike, je bent dood. Slecht, joh. Oké, hij is weg. Oh! Hij is weg. Huh?
Huh? Mike! Ja? Misschien teleporteerde hij hier, uit de muur. Ah, hij zat hier te... Oh, sorry. Hij zat hier te kruipen bij het ijzer. Au. Oh, hij is volgens mij... Hij voelt zich volgens mij aangetrokken op ijzer. Hij is ijzerseksueel. Ijzerseksueel. Nee, ik ga je niet helpen. Hey, jij hoort help me en ik hoor... Er zit een minder lurk in onze basis. Oh, leuk. Oh, het is een echte. Het is een echte. Oh, mijn god. Stupid. Ik heb een midline lurk gedood. No way. Ja, ik heb hem gedood. Wat? Lekker, bro. Oh, what the fuck. What the fuck. Was dat iets goeds? What the fuck zie ik? Ik ga naar binnen. Wat is er? Ik zie een groot rood beest. Waar? Ja, daar. Ja, ik zie toch niks van. Ja, hier. Waar? Daar. Bij de muur. Waar? Ik zie... Bij de muur. The hell is you? Oké, Mike, ik ren er naartoe. Ik ren dan weer terug. En dan moet je die deur voor me openen. Oh! Rennen. Open die fucking deur! Ah! Waar is het gebleven? Oh. Man, durf niet eens tegen mij. What the fuck? Ik vond het geluid niet zo leuk. Ik ook niet. Dat hoor jij ook. Ja, dat hoor ik ook. What the fuck? What the fuck? Waar komt dat vandaan? Ja, je had precies zelfs deze. Wat de hel is dat? Het is weg. Het is weg, ja. Huh? Misschien komt het van onder de basis. Maar toen is er weer. Ja, het komt van onder de basis. Nee, het komt niet van onder de basis. Moet wel. Misschien... Hè, Mike? Ja. Er staat weer een midnight lurker in ons huis. Oh, wacht wat. In ons huis zelfs. Ja, inderdaad. Niet in ons huis, in de basis. Wacht, wat als ik mezelf inbouw in zo'n... Dat is geen midnight lurker! Wat is dat dan? Dat is een cave dweller! Oh. Oh, wacht. Heb jij de glowstone trouwens nog? Oh ja. Maak je geen zorgen. Het is maar een goatman. Maak je geen zorgen! We doen het zonder zorgen! Het is... Ik... Je bent weg. Oh ja, trouwens. De skill tree. Wat? Check het. Waar? Welke knopje? Het is eigenlijk O, maar dan kom je bij je shader packs. Dus je moet de keybind veranderen naar J. Oh, hoe doe je dat nou weer? Hoe deed het ook weer? Options en dan controls. En dan keybinds. Options, controls, keybinds. En dan kan je zoeken naar passive skill tree en dan moet je de knop veranderen naar J. Ik zoek gewoon naar de letter J. Dan verandert die naar. Ik verleg letter O, dan verandert die gewoon naar J. Dat kan ook. Ik heb mijn mod ingestopt bij mij. Hoezo word ik eruit gegooid de hele fucking tijd? Ik zou het niet weten. Ik heb... Mijn komt door zelf... jou. Ik zelf crash geen eens. We kunnen kiezen tussen... Cook, Enchanter, Hunter, Alchemist, Miner en Blacksmith. Waarom hebben we Iron Doors? Ik ga denk ik voor Enchanters. Maar dat is Iron Doors! Oh wacht, ik moest daar nog knoppen plaatsen. Eigenlijk lijkt me dit nog best wel nice om te doen. Even kijken. Gems multiplication. Jezus. Oh mijn god, wat de f. Mike. Ja, zo.
het is er. No way, kijk wat ik heb gevonden. Oh, wat de hel. Dat is de oude, dit is van het huisje. Wat is het fuck voor hout? Oh shit. Serieus. 4 goud. Iron armor. Oh, dit was allemaal nog tijdens de infectie. De redstone torch van Herobrine. Ja, dit moeten we koesteren. Ga je gewoon een huis van maken? Ja, gewoon voor naast, gewoon dus op tweede cave. Oké. Ja, dit gaat wel naar een cave toe die ik had gevonden, maar die ging weer een cave toe. Okay. Daarover gesproken. Oh, wacht! Hé, hey, dit is bij het einde van die grote grot. Ja. Dit is in de grote grot trouwens. Ik ging dus al die tijd langs de grote grot. Denk ik me nu. Oh mijn god, dit was ook met die infectie. Toen hier ja. Al die infectie. Ja, klopt. Kut, die code. Wow, wow, wow. Wat? Wow. Te snel. Creeper. Bow. Kut. Ik realiseerde me dan pas dat de ogen waren. Boom! Wow! Dus er. Ja, ik heb hier alles qua lava omgetoverd naar. Ah. Eww. Peekaboo. Ik vind het ook gewoon. Ik weet niet, ik vind het niet eens eng meer geworden. Nee. Het is gewoon peekaboo, I see you. Peekaboo. Jij mogol. Jij bent echt een achterlijke mogol. Bro, Fabio die verandert gewoon in de villain hier. Gekke villain arc. Mag ik even? Ik ga even heel wat dingen weggooien. Nobody cares. Ik heb ook nog mijn backpack. Oh, dat was een... Wat? Wat is er? Ik... Hè? Oh mijn god, deze backpack mod is zo kut. Waarom? Er zit letterlijk een stack saplings in deze backpack die ik niet nodig heb. Druk ik 0 daarop om hem te droppen. Wat doet de backpack? Hij neemt aan dat ik het brood weggooi. Hele brood weg! Mike, waarom is er zo fucking veel obsidian? Wat? Oh, wat hoor ik? Ik hoor de midnight lurken weer. Wow! Wow! Fabio! Oh, ik kan niet slaan. Ja, je kan hem doodmaken. Ja! Wow! Wat? Hoezo spawn jij weer, bro? What the fuck? En er zit een Mega John in onze basis!